Radio 5, de opiniezender. Uur NOS Radio Nieuws. Het kabinet wil ingrijpende maatregelen op het gebied van het milieu. Het gaat daarbij vooral om de klimaatverandering, het verkeer en de landbouw. Dit staat in het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan NMP3... dat minister De Boer van Milieu vanmorgen heeft gepresenteerd. Het kabinet denkt onder meer aan de invoering van een maximumsnelheid op alle snelwegen van 100 km per uur en een verhoging van de benzineaccijns met 2/4 per liter. Verder is voor het tegengaan van verzuring en geluidshinder tot het jaar 2010 een extra bedrag nodig van 1 miljard gulden. Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken is zelfs 1 miljard gulden per jaar nodig, staat in het NMP3. Besluiten over de extra milieumaatregelen moeten al over enkele maanden tijdens de kabinetsformatie worden genomen, gezien de vergaande gevolgen ervan, aldus minister De Boer. De KLM wordt volledig eigenaar van Martinair. De KLM heeft al de helft van de aandelen Martinair. De andere helft wordt voor 350 miljoen gulden gekocht van Netlloyd. Alle partijen zijn het daarover eens geworden. Martinair wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 een dochteronderneming van de KLM. Martinair krijgt binnen de KLM een eigen rol. De onderneming houdt haar eigen identiteit, maar moet zich daarbij wel richten op de belangen van de KLM. Martinair en KLM denken zo een betere positie op de wereldmarkt te krijgen. Prins Willem-Alexander is van diverse kanten gefeliciteerd met zijn benoeming tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Onder de gelukwensers was ook zijn medekandidaat Terpstra. De staatssecretaris is blij met de keus voor de prins, die ze kent als een pleitbezorger en ambassadeur voor de sport. Arts Schenk, die ook kandidaat was, reageerde minder enthousiast. De oudschaatser noemt de keus voor de prins een elegante oplossing voor een Nederlands probleem. Hij doelt daarmee op het grote aantal Nederlandse kandidaten dat zich had aangemeld. Schenk vindt dat het IOC afwijkt van de eigen stelregel, de macht aan de atleten. Het D66-kamerlid Ibema wil uitbreiding van het nationale onderzoek naar de houding van de Nederlandse overheid tegenover Joodse oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Voor het Radio 1-journaal zei Ibema dat ook de jaren 30 moeten worden onderzocht en niet alleen de jaren 40 en daarna. Het kabinet spreekt morgen over het onderzoek. Een commissie onder leiding van oud-rekenkamervoorzitter Cordes vond onderzoek nodig naar aanleiding van de verkoop van Joodse goederen door ambtenaren van het ministerie van Financiën. Ibema, die voorzitter is van de Kamercommissie van Financiën, zei dat al in de jaren 30 duidelijk was dat de Nederlandse overheid de Joodse gemeenschap en Joodse vluchtelingen niet goed behandelde. Zo werd vanaf het jaar 1938 het kamp Westerbork voor Joodse vluchtelingen volledig betaald uit geld van de Joodse gemeenschap. Dat geld is na de oorlog nooit volledig terugbetaald. De hoofdverdachte in de Anjemmer moordzaak gaat voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. De vrouw zit sinds eerste kerstdag vast nadat er in de tuin van haar pension 2 lijken zijn opgegraven. Ze ontkent dat ze iets met de moorden te maken heeft. Door haar opname in het Pieter Baan Centrum begint de rechtszaak op zijn vroegst in juni. Een schilderij van de Franse schilder Cézanne gaat vrijwel zeker voor Nederland verloren. Het doek Landschap bij Aix met Tour César is door de Nederlandse eigenares te koop aangeboden. Het staat op de lijst horend bij de wet tot behoud van cultuurbezit, wat betekent dat staatssecretaris Nuis verplicht is het te kopen voor de Nederlandse staat. Maar hij heeft geen geld om de vraagprijs van ongeveer 15 miljoen gulden te betalen. Midden vorige maand bepaalde de rechter dat de Cézanne dit bedrag inderdaad waard is en Nuis kreeg een maand de tijd om te beslissen of hij het schilderij toch voor die prijs wilde kopen. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat hij daarvan afziet. Het doek zal vrijwel zeker worden verkocht aan het buitenland. In Duitsland demonstreren tienduizenden mensen tegen de hoge werkloosheid in hun land. De acties van de werklozen in zo'n 200 steden variëren van een menselijke keten tot protestmarsen. De werkloosheid in Duitsland is gestegen naar een naoorlogsrecord. Volgens officiële cijfers zitten nu ruim 4,8 miljoen mensen zonder werk. Dat is meer dan 12% van de beroepsbevolking. De werkloosheid nam niet alleen toe in de voormalige DDR, maar ook in het westen van het land. Overigens verwacht de directeur van de Duitse arbeidsbureaus dat de arbeidsmarkt in het westen de komende maanden zal opleven. Over het oosten is hij pessimistisch. Het weer. Het KNMI verwacht wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Blijft droog en het wordt zo'n 6 graden. Komende nacht zakt de temperatuur in het binnenland tot net boven nul. Morgen overdag verandert er weinig, alleen de zuidwestelijke wind neemt iets toe. Zaterdag kan er wat regen vallen. Dit was het nieuws. Radio 5, de opiniezender.
op 1008 AM en in stereo via de kabel. 12:05, de NPS op Radio 5. Tijd voor het debat op 5 met vandaag de weldenkende mensen onder leiding van Anil Ramdas.